betrap ik mezelf wel op, ja. Doe je het veel? Ik denk onbewust wel. Ze zeggen wel van, joh, iemands gezicht fotograferen we niet. Dat zeggen ze, maar je weet nooit wat ze opnemen. Vanaf vandaag werkt de overheid met speciale camera's om appende automobilisten te beboeten. Wat voor camera's zijn dit? Nou, het zijn zogenaamde slimme camera's. We hebben het over twee camera's. Eentje die staat iedere dag 24 uur aan. De andere camera die kan het maar 6 uur doen. Dan moet die weer aan de batterij worden opgeladen. En die hangt aan een viaduct, dus boven de snelweg. Heb je het al gehoord wat betreft dat app achter het stuur? Ja, ik heb het net gelezen. Dus, wat vind je ervan? Ik vind het wel goed. Hallo meneer. Hallo meneer. Hebt u wel eens achter het stuur? Ik zoek wel eens wat op. Oké. Okay. Als ik de weg moet zoeken. Juist. Dan heb je hem ook in je handen. Er wordt dus minder app achter het stuur. Want dat doe je normaal wel? Nou ja, betrap ik mezelf wel op, ja. Doe je het veel? Ik denk onbewust wel, ja. Kan je daar een indicatie van geven, elke rit? Of? Ja, toch wel. Echt waar? Ik heb hem, ja. Ja, maar ja. Wat doe je dan? Wat ik dan doe? Ja, reageren, terug appen. WhatsAppie? Ja, WhatsAppie. In hoeverre zijn ze slim? Wat registreren ze? Want het is, ja, je moet een appende bestuurder vastleggen. Hoe doen ze dat dan? Nou, ze kunnen schuin in de auto filmen. Dus vanaf een hoogte kun je in de auto kijken. En leg je vast wat er binnen achter het stuur gebeurt. Ja, als dat gaat over appen of bellen, ja, dan ben je dik die sigaar. En ben je €240 kwijt. €240 zeg je, is zo'n boete natuurlijk. Wat levert de schatkist dit op dan? Wat is de verwachting? Want het zijn maar twee camera's. Ja, het zijn maar twee camera's. Je zou denken van nou, dat levert niks op. Maar €240 per keer. Nou, ze hebben een proef gedaan. Op een dag werden er toen al 400 boetes geregistreerd. Nou, dat was een proefperiode, dus het werd niet echt fanatiek gehandhaafd. Dus je kan je voorstellen dat het nu wel 1000, misschien wel 2000 bekeuringen per dag kan opleveren. Ja, dan praat je over enkele tonnen per dag. Het wordt wel zwaar bestraft, vind ik. Ik vind de boete wel heel hoog. Maar ik moet wel zeggen dat het is wel heel gevaarlijk om te appen tijdens het rijden. Mm-hmm. Ik zie het ook bij vrienden en vriendinnen van me die toch bezig zijn tijdens het rijden met hun telefoon. Ik bedoel maar, als je met je telefoon achter het stuur zit en je zou iemand maar aanrijden, ja, hoe kun je dat verkopen? Is dit voor jou extra reden om het niet te doen? Appen achter het stuur, omdat je nu weet dat de overheid het ook echt kan zien? Nee, ik was er hiervoor al, was ik er ook al bewust van. Ik kan het wel begrijpen, maar aan de ene kant heb ik wel iets van, het is ook een beetje privacy schending. Ik vind wel, het moet ook een beetje, een paar dingen moeten ook op vertrouwen werken, snap je? Ze zeggen wel van, joh, iemands gezicht fotograferen we niet. Dat zeggen ze, maar je weet nooit wat ze opnemen. Snap je? Dus ik vind het, ja, ik vind camera wel een beetje overdreven. Toch wel, het is een beetje gevoelig. Naar wie is je laatste appje eigenlijk gegaan? Naar wie mijn laatste appje is gegaan? Waarschijnlijk een vrouw, ja. Hoogwaarschijnlijk wel, ja. Nou begreep ik dat jij contact hebt gehad met Flitsmeister. Klopt. Hoe gaan zij hiermee om? Nou, ik heb Flitsmeister even gebeld of deze palen ook, deze camera's ook worden verklikt, zeg maar. Nou, dat is niet het geval. Ze vinden dat ethisch niet verantwoord. Kijk, snelheid, dat is iets anders. Als je 1, 2 kilometer te hard rijdt, ja, dan mag je best wel weten waar die camera's staan om je gedrag aan te passen. Maar Jorn de Vries van Flitsmeister zegt van dit vinden wij ethisch niet verantwoord om te vertellen waar die camera's staan. 661 doden afgelopen jaar in het verkeer. Yes. En de verwachting is dat er misschien wel een kwart van die doden komt door afleiding. Dus appen of bellen achter het stuur.